De gepensioneerden uit overheidsdienst krijgen in mei alvast een deel van de achterstallige koopkrachtversterking uitbetaald. Dit heeft Michael Miskin, directeur van het pensioenfonds, vandaag gezegd tijdens een assemblee van de ledenraadvergadering van de CLO. De oud-ambtenaren die aangesloten zijn bij de bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, wachten al maanden op de 1000 SRD die gefaseerd uitbetaald zou worden. Eerder had het ministerie van Financiën aangegeven dat de gepensioneerden uiterlijk maart 2017 het geld zouden krijgen. Later werd dit uitgesteld tot uiterlijk eind van het jaar. Dus de gepensioneerden, dus ik heb een vraag over de gepensioneerden. Er is een gedragsleed nog ontstaan dat BBGO onderhandelt. Ik wil u daar op wijzen dat ik wil mij niet gaan inmengen. Wat ik wel weet vanuit de andere hoedanigheid, is dat de minister van Financiën mij in de positie van directeur van het pensioenfonds als de opdracht heeft gegeven om een deel van die 1000 SRD die de gepensioneerden nog te goed hebben om dat te beginnen te betalen. Dat kan ik dus hier ook zeggen. Michael Miskin, directeur van het pensioenfonds. Miskin, die ook bestuurslid is van de CLO, sprak vandaag tijdens een assemblee van de ledenraadvergadering van de CLO. Hij ging toen in op de vraag over de 1000 SRD-verhoging die gepensioneerden te goed hebben bij de overheid.